Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, maandag 24 januari. Hebben we de piek van de vijfde golf al bereikt? Hoe staat het met de besmettingen? Want we zien dat de cijfers aan het dalen zijn. Deze vragen worden in het programma vandaag gesteld aan dokter Danpat. Maar alvorens we de vragen beantwoord krijgen, nemen we even een kijkje op de COVID-19-dashboard. Het afgelopen etmaal zijn er 702 swabs afgenomen waarvan 369 negatief zijn en 333 personen zijn positief getest. Twee mensen hebben het leven gelaten. Alleen voor deze maand zijn er iets 50 mensen gestorven aan deze dodelijke longziekte en sinds de pandemie zich aanmeldde in 2020 zijn er in totaal 1239 mensen overleden. 70.074 mensen zijn in bijkans 2 jaar positief getest op COVID-19. Een daling is te merken aan het reproductiegetal dat nu onder de 1 zit. Het getal staat op 0,82. Maar het percentage voor wat het aantal positieven betreft blijft wel stijgen. Waar het onder de 10% moet zitten, zit die ver bovenop en wel op 47,44%. Op de intensive care units van de verschillende ziekenhuizen worden er 9 personen intensieve zorg geboden, terwijl in de ziekenhuizen er 104 mensen worden behandeld. En dat is zorgelijk omdat onze zorg weer onder druk is komen te staan. De meeste besmettingen worden nog steeds geregistreerd in Paramaribo, Wanica en Komowene. Dat vaccineren werkt, hebben wij al meerdere malen behandeld in de afleveringen van het COVID-19-journaal. Alle deskundigen hebben al aangegeven hoe het vaccin werkt en dat er geen reden is om je niet te laten vaccineren. We nemen ook vandaag een kijkje op de vaccinatiedashboard. In Suriname hebben tot heden 263.655 mensen hun eerste dosis ontvangen. Dat is 43,86% van de totale populatie en 54,74% van de doelgroeppopulatie. 32.301 prikjes zijn toegediend als eerste dosis, wat het percentage brengt op 5,37% van de totale populatie en 6,71% van de doelgroeppopulatie. 231.254 prikjes zijn als tweede dosis toegediend, wat ons brengt op 38,48% van de totale populatie en 48,3% van de doelgroeppopulatie. 34.643 boostershots zijn gegeven en dat is slechts 5,76% van de totale populatie en 7,19% van de doelgroeppopulatie. In Suriname wordt er nog steeds gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin, het Pfizer-vaccin en het Sinopharm-vaccin. Tot heden zijn er totaal 529.652 prikken gezet. Het is mogelijk dat Europa zich in de richting van een pandemisch eindspel beweegt. Dat zegt de Belg Hans Kluge van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over de coronapandemie in Europa. It's plausible that the region is moving towards a kind of a pandemic endgame, not an endgame of the COVID-19, but a pandemic endgame. Once that the Omicron wave will subside, there will be for quite some weeks and months a global immunity, either thanks to the vaccine or because people have immunity due to the infection, and also lowering seasonality. So we anticipate that there will be a period of quiet before the COVID-19 may come back towards end of the year, but not necessarily the pandemic coming back. Door de Omicron variant is de coronapandemie in een andere fase terechtgekomen. Kluge, die directeur Europa van de WHO is, zegt in een interview met het Franse persbureau AFP dat wanneer Omicron eenmaal verdwijnt, er voor heel wat weken en maanden een periode van wijdverbreide immuniteit zal zijn. Die immuniteit is volgens Kluge te danken aan de vaccinaties en de vele besmettingen. Ook zal er een lagere gevoeligheid van het virus door seizoensinvloeden zijn. Kluge verwacht dat tegen maart ongeveer 60% van de Europeanen een besmetting met de Omicron variant heeft doorgemaakt. Maar nu dat de vooruitzichten voor Europa er goed uitzien, kunnen wij dat ook in Suriname vaststellen? Dat wij aan het eind zijn van de pandemie? Dr. Anders Ritesh Danpat is de onderdirecteur op het ministerie van Volksgezondheid en heeft zich vanaf het begin bezig gehouden met de COVID-cijfers in Suriname. We kunnen eigenlijk zo voorstellen.
Als we straks uit de vijfde golf zijn, en dat hoop ik dat het binnen een paar weken is, dan zijn we voor een deel wel beschermd tegen alle varianten die ons voor zijn geweest. Komt er een nieuwe variant, dan kunnen we weer, en die is besmettelijker en misschien gevaarlijker, dan kunnen we weer in dezelfde pandemie belanden. Maar als er mildere varianten zijn en het is niet gevaarlijk, dan hoeven we eigenlijk niet meer te vrezen naar deze vijfde golf. Op de dashboard is dagelijks af te lezen over het reproductiecijfer. Dr. Anders Dampat legt uit hoe die cijfers in elkaar zitten. Maar vroegen wij ook aan hem dat gezien de daling van het cijfer, kunnen wij dan concluderen dat wij de piek van de vijfde golf al hebben bereikt? En hoe staat het met de positivity rate, want die blijft wel stijgen? Het reproductiegetal is een cijfer die aangeeft hoeveel besmettingen een persoon maakt, als het ware. Dus als één persoon besmet is, gaat hij dan zoveel personen, afhankelijk van wat de R is, gaat hij zoveel personen besmetten. Als het reproductiegetal gelijk is aan bijvoorbeeld 1,5, betekent dat die persoon 1 persoon, 1,5 persoon besmet. Dus 10 mensen zullen 15 personen besmetten. En als, zolang het R boven 1 is, gaat dus een golf blijven toenemen. Op het moment dat de R beneden 1 is, betekent dat bijvoorbeeld 10 mensen 8 personen besmetten, dan gaat de golf afnemen. Op dit moment is het R-getal nu beneden de 1, maar dat is pas één dag. We moeten niet te vroeg juichen, want meestal gedurende het weekend is er meestal wat weinig testen. Maar als het deze week door beneden 1 blijft, dan kunnen we zeggen van ja, we zijn over de piek heen en we gaan nu in de dalende trend. Meestal volgt het na een paar weken, volgt die daling van de positivity rate ook. Die positivity rate heeft ook te maken met de bereidwilligheid van mensen die klachten hebben om te gaan testen. Hoe meer mensen die klachten hebben gaan testen, hoe eerder de positivity rate kan gaan dalen. Maar aan de andere kant hangt het ook af van onze testcapaciteit. Hebben we wel genoeg en voldoende en overal testlocaties? Want de afgelopen periode hebben we ook gezien dat bijvoorbeeld bij de RGD, bij de BOG er heel lange rijen ontstonden. Waardoor we dus op den duur onze testtijden hebben verruimd naar 8 uur. Volgens de CDC zijn er in Suriname meer dan 70.000 mensen besmet met het coronavirus. Als het wordt aangegeven op het dashboard, gemerkt wordt dat er slechts 25% van de gevallen getest zijn, wat maakt dat het getal dat op de dashboard af te lezen is, vermenigvuldigd moet worden met 4. Dat wil zeggen dat er landelijk bijkans 280.000 mensen die eventueel besmet zijn geraakt. Als we kijken naar de richtlijnen van CDC, zeggen zij dat wij ongeveer maar 25% van de gevallen hebben getest. Dat betekent dat we landelijk nu 70.000 maal 4 gevallen. Dat betekent dat het dus ongeveer zitten rond de 280 gevallen landelijk die eventueel besmet zijn geweest met het COVID-virus en waarvan de mensen dus eigenlijk geen klachten hebben. Andersom, als we berekenen met de overlijdens, dat CDC ook aangeeft dat het ongeveer 0,5% moet liggen. Als we omgekeerd berekenen, dan komen we op ongeveer ook hetzelfde aantal die besmet zouden moeten zijn geweest in het geheel Suriname. Dat is zeker een heel goed ding, dat mensen dus via de natuurlijke wijze hun immuniteit hebben opgebouwd. Maar natuurlijk, je weet het niet als je nooit hebt getest dat je bent besmet geweest. Dus je houdt je liever het zeker voor het onzeker en je laat je vaccineren. Het is bijna de normaalste zaak van de wereld. Juist ja, mondkapjes. Best lastig, want je krijgt het er soms warm van of ze zitten gewoon niet lekker. Maar toch is het dragen van mondneusbedekking een belangrijk wapen in de strijd tegen COVID-19. Maar waarom dan? Het coronavirus dat verspreidt zich door de lucht in vochtdruppels. Deze komen vrij als we praten, niezen, hoesten, zingen, lachen of schreeuwen. Deze vochtdruppels blijven zweven in de lucht en belanden na ongeveer 1 tot 1,5 meter op de grond. Daar komt dus ook de COVID-afstand van 1,5 meter vandaan. Een mondkapje zorgt ervoor dat een groot deel van de vochtdruppeltjes wordt opgevangen. De vochtdruppeltjes die niet door de stof van het mondkapje worden opgevangen, komen nu in golfjes naar buiten in plaats van in een stroom. Hierdoor kunnen ze minder afstand afleggen in de lucht. En dat is beter, want dat verkleint de kans dat ze terechtkomen op een andere persoon of een voorwerp. Dus waarom moet jij een mondkapje op? Het kan zijn dat jij drager bent van het coronavirus. Je hoeft niet eens ziek te zijn, dus je weet het niet eens. Maar je kan wel andere mensen ziek maken, want ze zijn kwetsbaarder dan jij. Dus neem je voorzorg, doe je mondneusbedekking op en bescherm anderen. COVID-19 de futang. Dat mek om kibri ons revi na den trawang.
En terwijl het eind van de pandemie in zicht is in Europa, blijven in ons reisdistrict de gevallen toenemen. Er is een sterke toename van COVID-19 in Nikkeri. We zijn pas 3 weken in januari en hebben bijna de piek van de vierde golf bereikt, concludeert Radha Ramyatan, coördinator van het COVID-team in Nikkeri, in gesprek met Star News. In 3 weken tijd zijn 407 personen in het westen van het land positief getest. Zaterdag zijn 17 besmettingen in Nikkeri erbij gekomen. Het jammerlijke is dat het medisch personeel ook besmet is geraakt. Op dit moment zijn maar liefst 6 artsen in Nikkeri besmet, deelt Ramyatan mee. Door de besmetting komt ook de dienstverlening ernstig in het gedrang, omdat ook de medici in isolatie moeten, waardoor zij niet kunnen werken. En zo zijn we aan het eind gekomen van het COVID-19 journaal voor vandaag. Ik wil u voor alle juiste informatie verwijzen naar de social media kanalen van het ministerie van Volksgezondheid, de website van het BOG en de website laatjevaccineren.sr. We zijn er woensdag weer met een nieuwe aflevering waarbij we wat aandacht zullen besteden aan het binnenland en de medische zending. Tot dan!